Onderweg naar de Rogam. Vandaag een proefritje maken in de nieuwe Actros. Ik neem een Arox, maar ik wil eigenlijk de Actros voorkant. Want ik vind Arox voorkant niet mooi. Ik heb de Arox besteld, een vijfassige Arox. Ofwel de, eigenlijk de vierassige, want vijfassige kon weer niet. De Actros Arox. De Actros voorkant wil op een Arox chassis. Snap je nog? Nou, dit is helemaal te gek. Die binnenkant is natuurlijk wel heel vet. En alle digitale toeters, belletjes, het zit er allemaal op. Ik neem jullie even mee. Kijk. Dit is het scherm. Scherm 1. Hier heb je dus alle, wat je noemt, zeg maar eventjes normaal gesproken met knopjes hebt. Hè. Dus je klimaatcontrole, allerlei instellingen voor je rij-eigenschappen. En hier zit gewoon je dashboard. Dus je toerenteller, je benzine, alles wat van belang is voor het systeem. Remsysteem 1 en 2. De barretjes. Benzinemetertje. Nou, en uiteraard de toerenteller als ook de... De snelheidsmeter. Dus er zitten een aantal hele leuke functies op. Deze bijvoorbeeld heeft te maken met het zelf kunnen sturen. Dat de auto neemt dan eigenlijk, die neemt zelf waar. En die gaat zelf beslissen voor jou hoe hard jij op rotondes gaat rijden. Sterker nog, hij stuurt zelf, hij bepaalt de snelheid. Je hoeft eigenlijk niks meer te doen. Je wordt een soort passagier in je eigen auto. Interessante functies. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelf liever een beetje de touwtjes in de handen. Dus ik zet het ook wel graag uit. De verlichting, de verlichte Mercedes-ster, komt er ook op. Dat is helemaal te gek. Kan je gewoon alleen maar de ster uitlichten, een stukje in het donker, superleuk. Binnenverlichting kan je helemaal aanpassen zoals je zou willen. Als je het hebt over even netjes stopdasje om, pakje aan, et cetera. Ja, dan zit je dus met dit soort dingen. Ik zie hier wel kastjes. Misschien wel eventjes laten zien. En, dat is natuurlijk prima, dan kan je het helemaal inproppen. En dan weet je zeker dat je de volgende dag er gewoon niet uitziet. Dus dat is een uitdaging. Wij moeten in ons model straks gaan wij kijken van hoe gaan wij om met hangkasten. Dus waarschijnlijk achter de stoel zullen we gaan zien van ja, of gaan maken van hoe gaan we hier een paar grote hangkasten maken, zodat we in ieder geval pakken kwijt kunnen. Ja, die wand die hier nu staat, die gaat dus bijna een meter naar achter toe. Met als gevolg dat we achter de stoel een heel kantoortje gaan maken. Gewoon geïnspireerd op het modelletje van Simon Loos, is dat we die twee cabines gaan met elkaar lassen. Maar daarop krijg je dus in het exterieur, in het plaatwerk, in het dak, krijg je zo'n verhoging. Dus hier zie je al zo'n, dat zie je al in het dak. En zometeen omdat we die Gigaspace en die XL-cabine gaan combineren, krijg je dat nog een keer. Dus daarachteraan wordt hij eigenlijk nog een slagje hoger. We hebben er zin in! Naar buiten en moet me dan halverwege het feit dat ik aan het kijken ben, moet ik me heroriënteren op de iPad, om het zo maar te zeggen. Het is toch gewoon wennen. Dit is toch vet. Even kijken, ruitenwissertjes zitten er ook op, die is natuurlijk leuk. Mooi, doen het ook. Prima. De auto, de Arox, die wij straks besteld of die we besteld hebben, die heeft een chassislengte van 11 meter 70 centimeter. De wettelijke lengte van een vrachtauto mag zijn 18 meter en 75 centimeter. Ja, vind ik ook jammer. Ik vind het wat kort. En hoe gaan we alles in die 18,75 meter proppen? Dus wat we nog niet scherp hebben, dat is in de komende maanden gaan we dat verder uit-engineeren. Dat heeft te maken met die trailer. In 2013 wilde ik dit al doen. Om allerlei redenen. Vrienden, familie, kennissen geven je altijd goed bedoelde adviezen. Maar je kan natuurlijk eigenlijk gewoon helemaal geen mee. Ze zeggen natuurlijk allemaal van ja, zou ik dat nou doen? Zou ik niet doen? Zou ik anders doen? Zou ik het dan pas doen? Dat is nooit goed, weet je, maar ja, who cares? Dus het is, er is altijd een moment om een slechte beslissing te maken. Dat weet je allemaal eens. Tegen mensen dan, hè. Kijk, voor jezelf gaat het om wat je hier voelt. Waarvan je overtuigd bent dat het gewoon goed komt. Echt iets wil bereiken waarvan je zegt van nou, dat zou ik wel heel graag willen bereiken, maar dat is me nog nooit gelukt. Dat betekent normaal gesproken dat je iets moet gaan doen wat je nog nooit hebt gedaan. En nou, voor mij is dat een kop op YouTube, ik noem maar wat. Social media, hè, van ons moet je dit wel gaan doen. Ook iedereen die je vooral afraadt, ga je wordt niet zo'n volger. Nee,
zeker niet. Het enige wat ik doe, ik leg mijn ambitie vast. Leuk voor later. Nog even over die financiering. Want het hele spul wordt gefinancierd door een partij. Alles uit eigen middelen betalen, dat is best wel een dingetje. Los van het feit dat wij in een organisatie een behoorlijke ferme buy-and-build strategie hebben gelanceerd 1,5 jaar geleden. Nou, voor degene die dat niet helemaal op de juiste manier vertalen, buy betekent kopen, build betekent bouwen. En het is in alle gevallen is het een synoniem aan heel veel geld uitgeven in plaats van binnenkomen. Dus ja, het geld is nodig voor andere doelen. Dat betekent dat je zo'n modelletje als dit, hè, of niet als deze, maar wat ik feitelijk nu heb aangeschaft, is dat je naar een stukje financial lease of operationele lease formeel. En dan ga je in gesprek. Dan bel je een bank, zeg je, joh, ik heb een idee, ik ben een vrachtauto van je leasen, kan dat? Dat de bank belt jou terug, zegt, we hebben gekeken naar jouw bedrijf, maar jij doet niks met vrachtauto's. Dat vinden wij gek. Dat klopt, dit is het verhaal. Nou, dat verhaal vinden we nog wel veel gekker. Ja, kun je vertellen wat je gaat verdienen? Kun je vertellen hoe deze impact op jouw omzet, op jouw winstgevendheid, op je solvabiliteit, rendement, alles? Dan zeg ik, ja, het gaat allemaal positief. Hoeveel? Ongedoe, weet je. Je weet al een vraagstelling, dus je moet er niet uit met die man. Het wordt niks, het is niks, het weet je, kansloos. Dus ik zeg nog eens tegen ze van, nou goed, dat doen we er toch gewoon een stukje geld bij, hè? Huis verkocht, ik denk, dan kan ik in ieder geval zo'n kamer betalen. Ze zeggen, ja, dan wordt het al interessanter. Oh, dan wordt het interessanter. Want de risico's worden kleiner. Oké, dus jouw risico wordt kleiner. Ik verkoop mijn huis, ik heb geen huis meer. En dan nog is het niet zo dat je zegt van, we gaan het doen. Nee, zeker niet. Nee. Kansloos. Ja, er zitten alle opties natuurlijk zo meteen op. Luchtvering, de hele... Ik zal op mijn kanaal zal ik eventjes ook de optielijst zal ik bijzetten. Dat is voor jullie misschien leuk dat je kan zien van, joh, wat de... allemaal op. Het schijnt echt wel bizar te zijn. Ik moet zeggen, het is 3 pagina's met allemaal opties. Maar het is natuurlijk wel weer, het is net als met een personenauto of met een keuken. Daar zit je natuurlijk op het moment dat je bij zo'n gozer zit tegenover aan zo'n tafeltje en hij begint over de opties. Dan vind je alles leuk. Wil je alles hebben op je gevoel dat je denkt, dat heb ik maar nodig. Ik kan het maar nodig hebben. Stel dat je ergens zit en je hebt niet een extra rem op de motorrem. Of 7 extra knopjes voor extra apparatuur die je kan aansluiten op het exterieur. Stel dat je het niet hebt, 7 knopjes. Stel dat je maar 6 hebt. Ja, weet je, dan moet je op een gegeven moment dat ene knopje tekort. Nou, wij niet hoor, we hebben 7. Tja, ik zal dat lijstje eventjes uploaden. Dan kan je even kijken, misschien dat je het leuk vindt dat je zegt van, joh, Bart, dat had ik anders gedaan. Of weet je, misschien als je die optie toch hebt, dan zou je er ook eens naar moeten kijken. Vind ik leuk. Laat het me weten. Het enige wat er even moet gebeuren is natuurlijk andere kleding aan. Even de juiste outfit. Boom! Zo. Nu kunnen we echt van start. Zit erop, rijden nu de trein van de Rogan weer op. Ik zou zeggen, bestel maar die car. Dan kunnen we rijden. Ik heb er zin in. Het is alles, alles rijdt goed. Alles bevalt. Ik zou niet weten waarom we dit niet moeten gaan doen. Dus take it away. Let's go. Dit is het probleem. Hè? Ik denk nog steeds gewoon dat ik in mijn eigen auto zit. En dan kan ik gewoon lekker op de linkerbaan naast elke vrachtauto, personenauto gaan een beetje sporten. Dat gaat niet. Niet doen. Jezus. Anyway.